Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do. Ik ben Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Zometeen zien jullie nog een keer in het intro, maar dit film ik echt heel veel dagen later. Want ik was namelijk de vlog aan het bewerken. En ja, zoals jullie waarschijnlijk in de vlog hebben gezien, ben ik heel veel in de auto. En sommige mensen zullen het misschien leuk vinden, sommige niet. Maar ik vind het wel leuk om weekvlogs te maken. Alleen dit was gewoon echt geen weekvlog. Want het waren 2 of 3 dagen, dus ik vond dat nergens op slaan. En ik dacht, misschien vinden jullie het leuk als ik carvloggies ga maken. Ik weet nog niet precies hoe ik het ga noemen, maar je snapt het idee. Dus dat ik gewoon video's ga maken over wat ik dan doe. Maar wel dat ik dus ergens naartoe ga. Dus nu in de auto dat ik ergens naartoe ga. En misschien vinden jullie dat wel heel leuk. Mij lijkt het een heel erg leuk idee. Dus stem ook zeker even in de poll. Hier of hier. Ik heb nog steeds geen idee. Of jullie dat leuk lijken. En dan is dit dus de eerste carvloggie. En heel veel kijkplezier. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag 20 maart of zo. Ik heb echt geen idee. Maar ik heb net mijn andere weekvlog afgesloten en ik ga nu weer een nieuwe beginnen. Ik ben vandaag al 4 uurtjes naar school geweest en het is nu 4:15. Ik ga zo meteen even ophalen met de auto. En dan gaan we naar C toe en ik weet nog niet precies wat we gaan doen. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in om weer met de auto te rijden. Sommige mensen vinden volgens mij auto rijden echt niet leuk, maar nu vind ik het nog heel leuk. En als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het super leuk vinden als je even een blauw duimpje omhoog doet op deze video. En je even abonneert hier beneden op de rode knop. Dat is helemaal gratis. En dan blijf je ook op de hoogte van al mijn video's. Dan kan je ook nog het belletje inklikken, zodat je een melding krijgt. Maar ja, kijk gezellig maar lekker mee. Ja, maar ja, wat heb je nu dan? Hier dan nu terug naar achter. Welke kant moet ik opdraaien? Ja, zo. Welke kant moet ik opdraaien? Godverdomme. Inkomende of toekwam. Accepteren of weigeren. Zeg. Wow. Accepteren. Accepteer. Ja. Ik zit ook echt op mijn telefoon. Ja. Ga hier rechtdoor. Ik... Linksaf naar de Prinsenweg en sla rechtsaf naar de Prinses Marilaan. Moet je iets zeggen? Zometeen. Welkom op de vlog. Hé, hey, die heeft ook net zijn rijbewijs. Ik zat even filmen. Oh, koud. Rustig aan. Oh, Jezus. Kijk, hier staat ook die file. Overal staat file. Oh, het is echt kut dat we hierin zijn gegaan. Even de file filmen. Nee, dit heeft geen zin. Als je naar rechts gaat, dan zijn we er nu. De Lange Kerkdam en sla rechtsaf naar de Lange Kerkdam. Nee, gewoon naar links. Nee, rechtdoor. Ik zweer het, rechtdoor. Ja, rechtdoor. Oh, ik heb helemaal niet gekeken. Nee. Dat zag ik ook. Dat lukt niet. En dan zometeen naar vertrek in Noordoosten. Niet te hard over deze hobbel. Snap ik. Ik kan afremmen. Ja, met scooters zijn deze ook zo. Ja. Oh, god. Sla rechtsaf naar de Van Zuilen van Eijenveld. Je kan wel goed rijden. Ga dan. Oh, oké. Okay. Ik merk wel dat je goed hebt geleerd om te kijken naar rechts en zo. Ja, we hebben de rijles wel, ja. Nu niet meer. Meer naar rechts. Daar zat ik eraan. Ja, dit heb ik er niet op. Hey. We staan lekker in de file. Hey. Ik val niet meer uit. Ik kan niet zeggen dat jij meer fout. Ik doe niet. Maar dit is echt allemaal oude muziek. Jezus! Ja, niet zo! Harder. Waar gaan we heen dan? Schud je heupen los. Ik heb een fucking mijn groei. Oh, dit staat op film. Ik wil graag met deze dag. Goedemiddag, het is vandaag maandag 26 maart. En ik hoef vandaag... Oh nee, het is nu ongeveer, hoe laat? 1 uur. Ja, dit horloge loopt echt helemaal verkeerd. Alleen, volgens mij is het 12 uur.
De klok is ook verzet. Ja, het is precies 12 uur. En ik ga zo meteen Eva ophalen en dan gaan we samen even lunchen en een beetje foto's maken. En ik heb net dus mijn make-up en zo gedaan. En ik ga zo dus met de auto weg. En ik heb er super veel zin in, want ik heb Eva een tijdje niet gezien. Ik weet, ik heb weer echt super veel dagen niet gefilmd. Maar ik ga ook niet de hele tijd sorry erom zeggen, want ik ga gewoon alleen filmen op de dag dat ik er zin in heb. En dat was nu gewoon eventjes niet. Ik zou het wel nog super leuk vinden als je even abonneert op mijn kanaal. En wij gaan zo meteen ook wat foto's voor Insta maken. Dus ik zou het ook heel erg leuk vinden als je me even volgt op Instagram. En mijn naam op Insta is x-janette. En ik ga dus nu met de auto naar Eva toe. Oké, ik sta nu even op Eva te wachten. Maar natuurlijk het nieuwe album van Ronnie Flex is uit. En ik ben echt ziek erg fan van Ronnie Flex en Lil Kleine. En mijn lievelingsliedje is denk ik Non-Stop. Deze. Ik vind deze echt top. Omdat ik gewoon, ik hou echt niet van die trap. Echt heel erg. En ik vind deze dan nog op zich wel rustig. Kijk, daar is Eva. Maar die vind ik heel leuk. En ik vind, ook nog meer leuk vind, deze. Oh my god, sorry, ik ben zo te graag. Oh, je ziet er echt heel leuk uit. Dank je. Ik was wel even aan het vloggen. Maar dat moet ik even hier in het licht doen. Deze vind ik heel leuk. Ja, dat is, ja, maar dat kan dus niet. Deurtje kan dus niet. Oh, maar hij zit best goed dicht gewoon ja? Nu. Ja, oké. Kijk, dit liedje vind ik heel leuk. Weet je waarom? Heb je dit liedje gehoord van Ronnie, die nieuwe? Nee, ik heb nog zijn nieuwe album helemaal niet geluisterd. Oh, oké. Maar dat is dus van dit liedje, een oud liedje. Moet je maar opzoeken, hè, van ik zou niet weten van Nino, van Oud maar Goud. Dus ik dacht echt, hoe kan dit nou weer? En dat liedje van Beetje Moe vind ik ook wel leuk, maar dat is van Lil Kleine en Kevin. Oké, wat gaan we doen? Want kijk, wacht. Er is even een stuk. Oké, ik ben met Eva. En wij zijn in de stad. Ja, het is zo lekker weer. Ja, het is echt heel erg lekker weer. Maar we gaan dus nu even lunchen. We hebben gewoon eigenlijk helemaal geen jas nodig, hè? Ik heb gewoon een soort spijkerjack aan. En daarna gaan we even foto's maken. Maar in Leiden kan je niet echt hele leuke foto's maken, maar we gaan het even proberen. Je hebt wel een leuke plekje, hoor. Oh, ik had... Oké, ik ben nu even aan het vloggen. Waar zijn we? Nou, we zijn in de stad en we hebben... Heet dit Aan de Rijn? Heet dit gewoon... Aan de Rijn. Oh, oké. Okay. We gaan even lunchen, maar het is echt heel leuk. Want je kan dus een soort van 3 verschillende dingen en dat is dan gelijk aan 1 ding. En het is helemaal niet zo duur. Oké, ik ben nu met Eva foto's aan het maken. En de zon gaat de hele tijd weg. En dan komt hij weer terug en dan gaat hij weer weg. Volgens mij beschadig ik mijn zonnebril net. Dus ja, dat is niet zo nice. We wachten echt tot mensen weggaan, want ik wil heel graag een ander shirt aan doen. Anders doen we dat op een ander plekje. Wil je eigen hoofd filmen? Altijd je eigen hoofd filmen. Ik voel het voor me, voel ik aan. Moet je wel filmen, rode kopie. Hij staat gaan. Toch? Als er een kort staat, dan staat hij erop. Ja, we zag het al. Kom aan, nee. Papi, papi. Hallo. Ja, net is lekker aan het... Oh, wat deed jij? Zeg, ik ben 40 over de hobbel. Ja, zo. Okay. Hier zit nu de grootste garage van heel Nederland. Echt? Ja. Oh, oké, wat. Kijk ook even Google Maps. Voor je bellen omhoog, ja. Schatje, laat je gaan. Ja, je gaat goed. Zet je heupen los. Zet je body aan het werk, laat je body trillen. Oké, we zijn net even in de stad. We zagen net in de stad en we hebben allemaal foto's gemaakt. Ja, en nu moet Eva oppassen en ik moet straks lekker werken. Ja, oh, ik ben echt de slechtste vlogger ooit. Waar is mijn zonnebril? Oké, rechtdoor zo. Oké, maar we wilden... Nee, wacht. Ik wilde eigenlijk heel graag met mijn shirt, ik wilde andere kleding. Moet naar me luisteren zo, hè? Ja, ik luister naar je. Oké. Vertel dan. Nee, ik wil een andere shirt aandoen, maar het was echt een beetje te koud om een shirt te gaan wisselen buiten. Een beetje te gek. Te gek voor woorden. Oké, wacht. Ja, recht hoor. Ik lijk een beetje op die Ed. Ja. Geen geluid, recht uit. Oké, straks niet naar deze naar links, maar de eerstvolgende naar links. Dus gelijk, dus niet... Oké, wacht. Ik moet heel even Janette kijken. Kijk of dit misgaat, of dit goed gaat. Bedoel je hier? Of nee, naar rechts bedoel ik. Ik bedoel nee. Naar rechts. Naar rechts bedoel ik. Sorry, ik zei het fout. One night stand. Je moet. Zullen we deze auto eerst voor laten, ja of nee? Nee. Geen zin in. Kijk, dus niet hier naar links, maar bij de tweede stoplicht. Die met het pijltje naar links. Snap je? Godver, hij wat doe jij? Nee, dat mag niet, koude. Kut! Naar rechts?
Nee, niet deze, maar waar die al die auto's heen gaan. Ja, dat zou ik ook wel. En dan rijdt ze Amsterdam, jee. Want ik heb namelijk een, ik weet niet of je het hoort met die muziek, maar ik heb namelijk een afspraak in Amsterdam voor YouTube. En het is op een nieuwe locatie, want mijn YouTube-netwerk is verhuisd. Dus daar gaan we zo naartoe. En dan gaan we gewoon in de stad even kleren kopen, foto's maken, op die manier. Maar ik heb er echt super veel zin in. Dus ik ga nu eerst even ophalen. En het was ook echt nog mega erg stress. We wilden wat dingen meenemen en allemaal dat soort dingen. Maar ja. Dus ik ga nu naar Eva rijden. En dan zien jullie mij zo meteen weer. Nou, we zitten in de auto. Ik heb Eva opgehaald. En we zijn echt al best wel snel, hè? Over een kwartier in Amsterdam. Maar het is helemaal niet zo druk, omdat het een goede vrijdag is. Dus ik kom even. Ik wist wel dat het goede vrijdag was, maar ik dacht dat het minder druk zou. Alleen het is op een nieuwe locatie. Dus het wordt nog een beetje zoeken. Alleen we hebben nog 20 minuten en het is nog 12 minuten rijden. Dus dat is echt chill. Goed. Ik ben alleen pen en papier vergeten. Ja, we moeten even een kopen zo. Maar ja, we gaan. Oké, ik ben met Eve en we hebben net de YouTube-afspraak gehad. En het ging super goed, want ik heb echt hele handige tips gekregen. En altijd als ik een YouTube-afspraak heb gehad, geeft me echt heel erg motivatie om door te gaan. Ik weet niet waarom. Maar we hebben net even de auto geparkeerd. Ja, echt super dom. Want we hebben nu gewoon moeten betalen. Terwijl we gewoon gratis konden parkeren. Maar... ja, maar waarschijnlijk is het echt niet zoveel. Nee. En mijn auto staat zo mooi geparkeerd, jongens. Ik hoop dat hij op slot was. En we gaan nu even... mooi, ja, we kunnen eigenlijk best wel een foto daar maken. Op die achtergrond ja, zo. Dat is wel leuk. Ja, zullen we dat doen? En we gaan zo meteen gewoon even Amsterdam in kleren kopen. Ik heb even mijn auto hier geparkeerd. Oh, dat is echt niet deze. Nee, dit is best wel erg. Kom. Maar ja, boeien. Oké, ik ben nu met Eva in Amsterdam. De parkeergarage in Amsterdam, weet je wel, gewoon bij Centraal, die is dus dicht of afgesloten. Echt super raar. Super onhandig. Dus we gingen bij dat Willempoort, heet dat Willempoort, parkeren. En toen... Nee, ik film mezelf. En toen zei ik, dus we moesten daar parkeren. En toen zei ik tegen Eve van, hoe duur is het eigenlijk? Zei ze, oh, ik zag iets met 50 cent staan. Dus dat is vast wel goed. Het was 50 cent per 7 minuten. Kom hier even oversteken. Foto's aan het maken. Nee, dat was... Oh, er komt een rotvaart van. Weg. Dat is ongemakkelijk. Echt niet te doen. Oké, kom. Nou, wij gaan dus nu uit. Hebben we dat al verteld, je? Nee, eigenlijk niet. Dat heb ik echt nog niet. Wat? Gehad. We zijn bij mij? Met Eve. Nou, we zijn nu bij mij thuis en we zijn ons aan het voorbereiden. Ja, kijk. Ja. Hier zijn ze mij over aan het pesten, omdat ik vroeger fan van haar was. Maar we zijn nu dus nu aan het chillen bij mij. En ik ben met deze Emma. Ik ga dat maar niet in je vlog zetten. Ja, net de huidige status. Huidige status. En net is nog steeds de broek aan het strijken. Maar wel met die... Je maakt een filmpje. Dit is voor de vlog. Yeah, go. Oké, ik was klaar met het... editen van de vlog. Dus ik wil de vlog hierbij even afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!